Stefan, wat voor robot heb je gebouwd om hier te komen? Nou ja, van oude radio's en een oude dvd-speler heb ik een robotje gebouwd. En, die lijkt heel erg op een kleine pandabeer, verkleind. En het was echt zeg maar, de bedoeling dat hij hartstikke lief eruit zag. En volgens mij is dat wel gelukt. Wat verwacht je van vandaag? Dat het een gezellige dag wordt en dat er eigenlijk wat hoort gebeuren. Dat hij heel veel leuke dingen gaat doen. Wat denk je dat Asimo allemaal voor jullie gaat doen? Trappen lopen en misschien hem drinken of eten aan ons brengen. Ga je nog met hem dansen, denk je? Ja, ik denk wel als je mag. Leuk, dankjewel. In 1986 begon dus een kleine groep technici en wetenschappers aan de ontwikkeling van een droom. Een droom die zou leiden op een dag naar een nieuwe vorm van mobiliteit. Dat is de hoop die Honda stelt in het bouwen van zo'n robot. Dat is Asimo, een van de wereld meest geavanceerde robots. Zie, hij groet jullie ook allemaal. Asimo, how are you doing today? Hello Joe, it's great to be home. And I'm really happy to meet new friends. Om een drankje te bestellen, heb ik een kleine zakcomputer. Voilà, even aanzetten. Daar staat een klein menuutje. I'm receiving drink for Mr. Joe. I got it. Is this fine? I'll start the delivery to Mr. Joe. I'm going to the table. Zie je, Asimo wandelt nu iets langzamer, natuurlijk om niks te morsen. En zo dadelijk moet je heel goed opletten de manier waarop dat Asimo dat plateautje op deze tafel gaat zetten. Dat vind ik eigenlijk ongelooflijk zielig. I came for a delivery. I brought iced coffee and tea. Iced coffee and tea, zelfs de order klopt. Asimo, whenever you want, show us a circle. Klaar is deze trap op te gaan. Asimo, are you ready? Off you go. We gaan hem even vragen. Asimo, kan je op hem down the stairs? Off you go, please. Asimo's hand te schudden. Ik wil hem natuurlijk wel feliciteren voor deze tot nu toe vrij feilloze presentatie. Let's shake hands to remember your visit. Nou ja, visit niet helemaal. Hè. Hop. Dag Asimo, gaat het met jou vandaag? Zie, ik kan die hand beter. Asimo zijn evenwicht en zegt me van, oh, rustig aan. Oeps. Niet te hard duwen. Dat gaat fantastisch. Heel goed gedaan, Asimo. Hop. Fantastisch. Die heb je fantastisch gepakt. Fantastisch gepakt en Asimo heeft dat fantastisch gedaan.
maar communicatieafdeling bij Nemo. En wij hebben in de zomertentoonstelling van de robotshow een workshop ontwikkeld waarbij kinderen van gebruikte materialen zelf een robotje moesten ontwikkelen. En niet alleen dat, niet alleen hoe het eruit ziet, maar ook de functionaliteit van het robot. Er waren heel veel inzendingen, want we hebben heel veel mensen in de promotie natuurlijk. Maar er sprongen een paar ontwerpen echt uit. En dat waren de kinderen die vandaag zijn uitgenodigd om mee te gaan naar de meet and greet met ASIMO Unis. En een van de kinderen heeft zelfs een filmpje gemaakt van een robot die echt kon bewegen en zingen. Dus dat was wel echt heel speciaal. En het leuke is dat deze kinderen zo geïnteresseerd zijn in techniek, dat ze natuurlijk ook veel interesse hebben in de ontwikkelingen en hoe zo'n robot werkt zoals ASIMO. Deed ASIMO dat nou allemaal zelf? Het was ASIMO die alles deed, maar er zijn wel mensen achter de schermen die dat in het oog houden en die ook op sommige momenten bevelen geven. Maar bijvoorbeeld alles wat je gezien hebt met die koffie brengen, dat is zelfs zonder bevel, dat gaat helemaal van zichzelf. Maar gaat dit hele team met ASIMO de hele wereld over? Dat kan Joe best beantwoorden. Die is hier van maar de ASIMO-studio. We gaan de hele wereld over, dat wel, ja. ASIMO komt overal. ASIMO komt overal, is wereldberoemd. Er is een ASIMO die in Disneyland leeft, die daar dagelijks shows geeft. Er zijn ASIMO's die in research-instituten leven. En wij gaan met ASIMO Europa af. Wij gaan naar festivals, wetenschappelijke beurs, autoshows hebben gedaan, televisiestudio's. En ASIMO heeft ook het symfonieorkest gedirigeerd. Ja, dat waren onze Amerikaanse vrienden. Ja, die zijn met een ASIMO naar een symfonisch orkest geweest en dan hebben ze ASIMO heeft daar het orkest gedirigeerd. Ja. Pascal. Thank you.